belangrijk is hierbij dat we de bek naar voren kantelen, de buikspieren aanspannen, de schouders boven de ellebogen staan. We zijn aangekomen bij een box squat. We zakken door. Komen met de billen op de stoel. Ik ga niet echt zitten. Even de stoel voelen en we komen weer omhoog. We zijn bij de pistol squat. Belangrijk is hier dat we gaan staan en zitten. Met één been, het andere been is los van de grond. Met een rechte rug. Voor de differentiatie, om het ietsjes makkelijker te maken, zet het andere been wel op de grond neer. Bijna dezelfde beweging, alleen je haalt wat steun vanuit het andere been. Waardoor je het jezelf wat makkelijker maakt. We zijn aangekomen bij de split squat. Want hier stappen we uit, zakken door. Belangrijk is dat de knie niet voorbij de tenen komt. De knie niet op de grond laten komen. Recht omlaag zakken. We hebben de stoel ernaast staan voor eventuele stabiliteit. En we zorgen dat van het voorste been de hak op de grond blijft. We zijn aangekomen bij de upper back row. Belangrijk is ellebogen naast het lichaam. Schouderbladen trekken naar elkaar toe. Voeten ook hier schouderbreken. Met hier deze koorspanning, het zij aan zich. Ellebogen gaan niet te ver naar achteren. Het gaat erom dat die schouderbladen naar achteren bewegen. We zijn bij de front raise aangekomen. Ook hier armen licht gebogen. Net iets onder schouderhoogte. Goed de bekken naar voren kantelen, buikspieren aanspannen zodat de koorspanning goed aanwezig is. We zijn bij de floor press. Wat belangrijk hier is, bekken naar voren kantelen, buikspieren aanspannen. Vanuit hier beweeg je de ellebogen naar buiten. Tik je net de grond aan met de elleboog. En vanuit hier strekken we de ellebogen uit. Dus je kan ze ook hier gewoon laag houden. Dus we gaan door met voorlichtsteun variaties. We leggen 5 wc-rollen neer. Lopen. Door de wc-rollen heen. Belangrijk is dat we een rechte rug hebben. Gaan we naar de medium versie. We staan op de tenen nou. Net staat op de knieën. We lopen ook mee met de voeten. Belangrijk is bekken naar voren kantelen, buikspieren aanspannen. Yes, gaan we naar de moeilijkere versie. Zakken door en springen naar de volgende. Ha. Juist. Weer wat variaties in de wc-rolladder. Stappen naar de zijkant. Zet het gewicht op één been. Dat is een makkelijke versie. Nou doen we het in de sprong. Echt wat zakken door de knie heen. Echt opvangen met de bovenbeen. Goed de armen meenemen. We gaan hinkelen door de wc-rollen. We zetten de voeten breed als ze bij de wc-rol zijn. En zetten één voet in het midden.
Wil je het moeilijker maken? Springen we gewoon met één been over de wc-rol, echt hinkelend. Neem de armen goed mee. Yes, bedankt voor het kijken. En voor het meedoen, natuurlijk. En veel succes. Yes, go for it.